Zo, dat was een klus. Kast opruimen. En heb ik een hele berg met videobanden. Maar ja, wat moet je ermee? Familieleden die zien me al aankomen met al die bandjes. Dus, nou ja, misschien weet de Haagse Milieucentrum wat ik ermee kan doen. Hoe is dit project ontstaan? Na afgelopen zomer ging ik mijn videobandencollectie opruimen. En ik ben nogal van het milieu, dus ik wilde dat milieu vriendelijk doen. En dat bleek eigenlijk helemaal niet te kunnen. Ze moesten gewoon bij het restafval. En toen ben ik heel erg rond gaan bellen en gaan zoeken op internet. En er was eigenlijk niks voor. Ook het ministerie van Milieu onder andere en Infrastructuur. Die zeiden van ja, het moet gewoon bij het restafval. Het is een aflopende stroom. Want ik moet na 16 keer dat er dat robberietje op. Dat ik Jan Jacobs tegenkwam, die man die je hebt gezien met die wagen. Hij heeft een project in Brabant, hij komt uit Deurne en hij voorziet een groep van inmiddels 150 mensen. Sommigen hebben een verstandelijke beperking. Anderen die hebben afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale projecten, die voorziet hij van werk. En dat doet hij door videobanden hier en daar op te halen bij mensen die het verzamelen. Nou, toen dacht ik, dat vind ik hartstikke goed. Leuk project, goed voor het milieu, goed voor de mensen. Maar dat wordt te groot voor mijzelf. En ik ben niet de enige die videobanden heeft. Dus ik ga naar het Milieucentrum en toen kwam ik bij jou terecht. Ja, en het was ook, daar waren we heel blij mee. Want we waren bezig met een project dat heet het Haagse Milieucentrum, kom naar u toe. En dan was juist het idee van als er ideeën zijn en mensen iets met milieu willen, dan willen we graag daarbij helpen en dat project opstarten. En dit was echt iets waar we zelf ook van hadden. Ja, je kan er echt nergens mee terecht. Hier, bergen we, zagen we, ja. Waarom nemen we deze kar niet? Nou, nu hebben we al een eerste stap gevonden waar dus wel iets mee gebeurt. Dus we hebben meteen aangepakt en ervoor gezorgd dat er een actie kwam. En dat mensen het hier konden komen inleveren. En nu hebben we bij elkaar meer dan een ton verzameld. En dat zijn ze komen ophalen. Dus daar hebben we even alle videobanden zijn nu weer weg. Ja. En die worden allemaal dus uit elkaar gehaald straks. Ja, en er zijn ook een paar instellingen die mee hebben gedaan. Hè? Dat is Emmaus op de Prinsengracht. En de twee weggeefwinkels die hebben meegedaan. Ook dus die van Stichting Mooi. En die op het Verhulsplein. En Antje Tweedehandsje heeft meegedaan. En Terre de Somme heeft meegedaan. En wat heel mooi is, is dat sinds vorige week Schreuder van der Kolk ook is aangesloten. En die willen ook actief meehelpen banden verzamelen. En die hebben 9 winkels in heel Den Haag verspreid. Dus mensen kunnen ze ook kwijt bij Kringloop Holland. En we hopen gewoon dat iedereen nu in zijn kast of zijn kelder gaat kijken. Heb ik nog oude videobanden? En wil ik er nog iets mee? En dan ze gaat inzamen of ze gaat wegbrengen.
Niemand gaat naar die banden kijken. Alles wordt gewoon uit elkaar gehaald en gesorteerd. En dat wordt dan weer gerecycled. Heeft u nog oude videobanden? Ja, breng ze bij ons. Ja, u kunt terecht bijvoorbeeld in het Nutshuis. En het kan ook bij de Kringloop Holland vestigingen. Alle vestigingen, dat zijn er 9, verspreid door Den Haag. En ook bij de 2 weggeefwinkels, Verhulstplein, Jongbloedplein. Ja, en bij Arntje Tweede Arntje. En bij Terre de Somme. En natuurlijk bij Emmaus op de Prinsengracht. Wow.